dames en heren, doen een klein verandering in het programma. Goestan van Ausums, van CEO van Molly, die moet zometeen even optreden op de radio, dus wij moesten even, we gaan het even een beetje veranderen. En hij heeft echt gewoon een exciting aankondiging. Ik bedoel, u heeft nu een beetje de enthousiastelingen gezien over Bitcoin. Terwijl Mike eigenlijk zegt, joh, we zitten eigenlijk in een impasse, we zitten in een flatline. Waar gaat het heen? Gaat het omhoog, zoals Google Maps, of gaat het omlaag? Van waar zitten we nu op in? En na de pauze krijgt u een flinke hoeveelheid realisme. Gewoon een lekkere hoeveelheid kritische vragen en ook om mensen die dat gewoon eventjes gaan positioneren. Maar nog even één enthousiast, nog even één brok enthousiasme. En Gustav, jij bent van Molly. En wat is, kun je misschien eerst eventjes uitleggen wat Molly is? Dankjewel Vincent. Molly is een betaaldienstverlener. Wij bieden betaalmethodes voor websites en voor e-invoicing. Dus wij, onze klanten zijn met name houders van webwinkels. En voor e-invoicing is onze klanten ook heel erg breed. Onze klantenkring dat varieert van scholen, waar schoolgeld betaald wordt op elektronische manier, tot het innen van gelden voor hoeveel heb je erover? Hoeveel van die vendors heb jij in Nederland? Nou, we hebben ongeveer 10.000 actieve webwinkels in ons bestand. Dus een webwinkels die ook op regelmatige basis een transactie doen. Okay. Maar we hebben er veel meer uiteindelijk die klant zijn bij ons. Maar sommige zijn seizoensbusinesses. Dus 10.000 is echt ons actieve klantenbestand. Kun je het even visualiseren, wat je doet? Ik heb een klein filmpje gemaakt waarin ik laat zien hoe wij werken. En ook hoe wij bitcoins hebben geïntegreerd. Dat is een aankondiging die we vandaag hebben gedaan. We hebben vandaag bitcoins als betaalmethode toegevoegd aan ons arsenaal van betaalmethodes bij Molly. En ik laat even zien hoe dat werkt. Het is een filmpje van 53 seconden. En daarin wordt eigenlijk alles getoond, inclusief de hele activering bij Molly. Dus eenvoudiger kan het eigenlijk niet. Een webwinkel, die verkoopt sneakers. Nou, deze mooie sneakers gaan in het mandje. Checkout. Onderaan staan de betaalmethodes. Daar staat bitcoin niet bij. Je gaat naar je Molly-panel, je zet bitcoins aan als webwinkelier. Dat doe je eenmalig. Vervolgens ga je terug naar je webwinkel. Even een refresh van je checkout. En daar staat bitcoins bij als betaalmethode. Je plaatst de order, het bedrag van de transactie wordt omgerekend naar bitcoins. Dat transactiebedrag is 15 minuten geldig, dus 15 minuten lang is de koers gefixeerd. Je doet met je bitcoin wallet doe je de betaling vervolgens. Terug naar de website, order is pending en na een tijdje is de order processing en is de betaling gedaan. Dus eenmalig zet je het aan in je Molly dashboard en je betaalmethodes wordt toegevoegd in je webshop. En je kunt op deze manier je klanten laten betalen. De koers is gefixeerd, dat betekent dat je geen risico loopt. De webwinkelier krijgt de beste koers op het moment van de transactie en wij keren euro's uit aan de webwinkelier. Ja, dus eigenlijk merken ze gewoon helemaal niks van. Ze merken er helemaal niks van. Het is heel erg eenvoudig. Je voegt eigenlijk gewoon de betaalmethode toe. Je verhoogt daarmee de conversie. Je staat meer klanten toe om te kunnen betalen in je webwinkel. Jij kunt nu die 10.000 mensen. Nou, wel interessante vraag. Gaan jullie nou opt-in doen of opt-out? Ja. Dus moet iedereen naar die dashboard en dat aanzetten? Krijgt iedereen het gewoon en mogen ze het daarna uitzetten als ze het niet willen hebben? Alle nieuwe klanten krijgen het gewoon meteen aangezet, sowieso. We zijn nu met een aantal. We hebben nu deze dag live gezet om een uur of 10. In de afgelopen uren hebben ongeveer 150 van onze klanten het spontaan aangezet. Dus dat geeft ook al aan. Het dashboard is iets waar een klant natuurlijk naartoe gaat. Je ziet daar ook zijn saldo die uitstaan. Dat soort dingen. Maar we zullen op basis van de ervaring die we vandaag opdoen, kijken of we iedereen in één keer aan kunnen zetten. Het is in wezen heel eenvoudig. Het is ook risicovrij. Dus een klant loopt er eigenlijk geen enkel probleem mee. Wat zijn de kosten van een transactie vergeleken met een ideal payment of zo? De kosten van een transactie zijn 25 cent. Dus die zijn ook vast. Er zit verder geen variabele kosten aan vast. Een ideal transactie is 2 tot 3 keer zo duur dan de bitcoin transactie. Dus het is eigenlijk low cost. Wat dat betreft. En qua snelheid, als je kijkt van om te zeggen, accepteer betaal. Ja, de bitcoin transactie is iets langzamer, omdat het hele netwerk moet valideren. Maar daardoor is de integratie met de webwinkel ook zo dat je terugkomt naar de winkel, terwijl de betaling geverifieerd wordt. Dus de webwinkelier zal iets later een confirmatie krijgen van het feit dat de betaling is afgerond. Maar dat is inherent aan de wijze waarop bitcoin werkt. Maar dat hoeft niet storend te zijn. Ja, je krijgt meteen bericht dat het betaald is. Ja. Maar de verificatie, er moeten eerst even een aantal computers moeten daar overheen. Al die nodes moeten daar consensus over hebben. Ja, hoeveel werk was het voor jou om deze betaalmethode toe te voegen? Nou, voor mij heel weinig werk, omdat ik zelf eigenlijk heel weinig verstand van heb. Maar we hebben hele slimme techneuten in Molly. Voor die slimme technieken. En de bitcoin betaalmethode is eigenlijk de betaalmethode die we het allersnelst hebben gerealiseerd. Die is in één week is die gebouwd door
door onze technische afdeling. En ik denk dat er alleen maar 1 of 1,5 programmeur aan heeft gewerkt. Dus het was weinig werk voor weinig mensen uiteindelijk. Oh, daar zit hij. Ja, hij zit daar. Nou, sta eens op, hè? Iemand die voor 10.000 bedrijven even bitcoin heeft gedaan. Wow. Nou, dat is toch de kracht van een netwerk. Ja, het is gewoon erg eenvoudig om te bouwen. Ter vergelijking als we met producten zoals creditcards, waar heel lastige producten met allemaal chargebacks en allemaal administratieve procedures, daar gaan soms maanden in zitten om dat op een goede manier af te kunnen handelen. Heeft het nou nadelen nog voor zo'n winkelier? Je zei van chargebacks, zeg maar, die zijn mogelijk voor bepaalde betalingen. Dat bitcoin is gewoon een betaling, dus hoef je dat soort dingen niet te doen? Nee, wij zien niet direct nadelen, eerlijk gezegd, voor onze webwinkeliers. Ze voegen gewoon een betaalmethode toe. En de nadelen. Kijk, wij hebben het ook gedaan nu omdat we ook willen experimenteren. Maar we geloven in dit soort currencies, we geloven in die virtuele valuta. En we willen ook gewoon zien hoe het wordt opgepakt door de markt. Nadelen zullen zichzelf ook gaan manifesteren. En daar kunnen we dan vervolgens ook op inspringen. Maar op voorhand zien we die eigenlijk niet direct. Als jij met Ideal betaling doet. Want ik heb de acceptatie van Ideal heb ik al eens een aantal keer gedaan. En dan valt me die kosten altijd nog wel weer tegen eigenlijk. Want ik dacht eigenlijk, joh, het is gewoon elektronisch, het is gewoon simpel. Maar je bent toch gewoon enkele dubbeltjes kwijt per keer. Dat klopt. Ja. 40, 50 cent. Waar varieert dat in? De Ideal betalingen die jullie accepteren? Nou, de kosten die voor een dealbetaling worden gerekend, zijn met name afhankelijk van de volumes die een bepaalde de klant doet. Maar wij hebben onze inkoop daarin, we hebben onze clearing settlement, de hele financiële infrastructuur. Ja, het is echt zo'n formule weer. Dat je gewoon, de reguliere infrastructuur, we hebben ook een licentie daarvoor. Dus er zitten heel veel zaken, administratief en technisch aan vast, om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Wees is dit bitcoin wat dat betreft wat anarchistisch, want je hoeft nergens een licentie te halen. Je hoeft nergens eigenlijk. Ja, dat gaan we binnenkort over praten. Aan de regels te houden. Dus dat is onze volgende spreker, waar ik ook bijzonder geïnteresseerd ben wat daar gezegd zal worden. Want er is ook een toezichthouder op ons als Molly. Nog vragen? Even herhalen de vraag. Ja, of wij ook de mogelijkheid bieden om een deel van de omzet niet in euro's uit te keren, maar in bitcoins te houden. Dat doen we op dit moment niet, maar dat is een functionaliteit die we zouden kunnen overwegen als de klanten daarom vragen. En zoals ik al zei, we proberen ook gewoon te experimenteren en te kijken hoe klanten dit op gaan pakken. Als daar behoefte aan is, dan is dat zeker iets wat we willen doen. Dat is voor sommige winkels, is dat met pizzeria's, is dat leuk, is dat goed bevallen? Het kan. Ja, kijk, onze klanten. Duizend bitcoins voor een pizza en zo, die sommige mensen hebben gevraagd. Dus op zich, kijk, onze klanten hebben hun eigen inkoop natuurlijk ook nog steeds in euro's en hebben hun eigen personeel. Als klanten zelf in bitcoins moeten gaan betalen voor diensten of producten die ze leveren, dan zal het ook interessant zijn om de bitcoins zelf te houden. Dus we proberen alleen met dit wat we nu doen eigenlijk te doorbreken, dat er meer points of sale komen. En dat is de hele cyclus en de hele betaalwereld ook voor bitcoins zal gaan groeien. En dan zal ook uit voortkomen dat mensen eigen bitcoins saldo's gaan aanhouden als winkelier. Wie is je partner eigenlijk met bitcoin? We werken onder andere met Bitonic op dit moment, als belangrijkste partner. Daar doen we zowel de aankopen, dus doen we de afhandeling van Ideal-transacties voor. En die helpen ons ook nu met het aanbieden van deze nieuwe Bitcoin-dienst. Oké, nog een laatste vraag voordat hij naar de radio moet rennen. Dan wou ik je hartelijk bedanken voor het aansluiten van 10.000. Maar ik hoop wel dat die opt-in, de opt-out, zeg maar, de gauw inkomt, dat je gewoon echt. Dat je iedereen aansluit, want dat is wel erg mooi. 10.000 in één keer, dat vind ik een mooi resultaat. Dankjewel. Gaan we doen, dankjewel. Okay.